Lieve mens, maar even een klein readingje doen. Wat de vrouwelijke tweelingziel, soulmate, wil zeggen tegen de mannelijke. Jij en ik gaan het redden naar deze lange weg, zegt de vrouwelijke tweelingziel tegen de mannelijke. We leren van elkaar en we worden sterker en sterker bij elke stap vooruit. Dus dat is mooi, hè? Wat nog meer? Eigenlijk zocht ik jou al heel mijn leven. Ik geef niet op, jij ook niet. Met jouw arm om mijn schouder kan ik het leven veel beter aan. Blijf alsjeblieft positief over onze relatie. Goed, en dan doe ik wel wat andere erbij en dan wat engelenkaartjes. Wat nog meer, wat de vrouwelijke tweeling zou zeggen. Tegen de mannelijke, niemand in mijn omgeving begrijpt mij. Ik kan er met niemand over praten. Er is zo'n leegte in mijn hart. Soms zie ik foto's van jou op internet en lijkt het alsof je zonder mij gelukkig bent. Ik vergeef je alles, ook al denkt hij misschien niet van niet, hè. Maar je wil hem vergeven. Ik wil graag uitleggen waarom alles zo liep tussen ons, hè. Nog nooit heb ik dit gevoel van liefde gehad voor iemand. Het is natuurlijk een hele bijzondere, diepe liefde. Doe er nog een paar van deze. Ik heb wel tijd nodig om alle teleurstellingen te helen. Dikke kus van mij. Ik zal nog één doen. Ik wil pas dat je komt als je alles op een rijtje hebt gezet. Ik neem dan ook nog een paar van die andere. Ja, hij moet er wel klaar voor zijn, hè. Hou vol, dan doe ik dat ook. Het is heel veel van volhouden, hè. Soms kan ik niet slapen, dan denk ik aan jou. Ik heb je losgelaten, ook al doet mijn hart zeer, maar het kan niet anders. Ik wil graag met je flirten. Ik hoor toch bij jou, dit is toch voorbestemd. Kijken wat de engelen hiervan vinden. Luister naar je intuïtie, zeggen de engelen. Wat zegt dat? Hè? Wees stil en ontspan je. Vertrouwen is de sleutel. Het loopt soms anders dan je denkt. Hè. Laat je niet ontmoedigen, dus blijf doorgaan. Hou vol. En luister naar je hart, naar je intuïtie en naar je hart. Spreek je waarheid. Dus er moet wel waarheid gesproken worden. Een vreedzame oplossing komt eraan. Je moet wat opofferen. Blijf hoop houden in deze situatie. Ja, de meesten zijn een beetje dit allemaal moe, hè. Maar er komt een nieuwe start. Dus de meesten zien het niet meer zitten, hè. Die denken, nou, die tweelingziel, hè. Die mannelijke tweelingziel. Die komt maar niet. En soms is het misschien ook wel een vrouwelijke tweelingziel, hè. Dat de andere kant denkt van, nou, gaat niet gebeuren. Maar ja, je hebt toch misschien heel veel dromen en dingen gehad. Dus tekens gehad dat het wel gaat gebeuren. Omdat dat zo ontzettend lang duurt. Ja, dat is het universum. Hè? Die moet daarover beslissen. Om jullie samen te brengen.
Daar kun je niks aan doen, hè? Dan moet je gewoon wachten en wachten. Ook al ben je misschien, denk je, klaar te zijn, hè? Soms ben je dan toch nog niet klaar. Moet je toch nog iets leren. Wat ook weer frustrerend kan zijn natuurlijk. Ja, het universum bepaalt van wie is er klaar voor en wie is niet er klaar voor. Wie brengen we samen en wie brengen we nog niet samen. Dus ja, het is wel voorbestemde liefde. En jullie denken steeds aan elkaar. Dat is een ding wat zeker is. En ja, die liefde is er ook, hè. Maar er moeten wel dingen uitgepraat worden. Maar niet de hoop verliezen. Dus volhouden. En dan komt het vanzelf goed, hè. Ook al duurt het heel lang. En het is tijd dat er echt heel veel tweelingzielen nou bij elkaar komen, eigenlijk, hè. Het proces duurt dan veel te lang, hè. Je had van tevoren niet kunnen weten dat het zo'n lang proces zou zijn. Ook al moet je wat opofferen, hè? Zoals is dat. Ja, dat kan van alles zijn wat je op moet offeren. Het kan een werksituatie zijn, familie, relatie. Heel veel dingen moet je soms opofferen voor deze relatie. Maar goed, ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga even een dutje doen. Ik ben echt heel super misselijk van die pillen, maar ik ga door. Ik moet er zo meteen weer innemen. Ze zeggen dat het vanzelf open gaat in de folder. Ik hoop het. Ik heb wel een beetje soep naar binnen gewerkt en zo. Waarom eten ze het er echt niet in, hoor? Dus, nou ja, misschien morgen met een feestje. Ik zie wel. Dus, kan ik afvallen. Ja, in ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!